Oké. En onze Wil Benjamin van Huizing, die heeft in ieder geval voor de aftrap in ieder geval het goede voorbeeld gegeven als eerste elftal. Bedankt Benjamin. Nou, kom op, Leonidas. Oké.
We hebben dan de wissel gekregen aan de kant van FC Rienden. Met nummer 7, Marco Lupse is in de kleedkamer achtergebleven. En voor hem in de plaats komt met nummer 16, Erik van Eem. Let's go.
Thank you.
Hans, ja, na deze wedstrijd met een hartslag van 180 denk ik. Ik ook. Maar goed, ik denk een hele mooie overwinning. Wat is jouw reactie op de eerste? Een mooie overwinning, maar zeker een terechte overwinning. Dat, en dat laatste, dat stemt me het meest tevreden. Maar ontzettend blij met de eerste thuisoverwinningen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Het is op een gegeven moment een wedstrijd, daar kan alle kanten op. Je komt al heel snel op met 10 man te spelen. Dat denk ik jammer. Goed, of het een rode kaart was, het blijft altijd een discussiepunt denk ik. Ja, buitensporig inzet met een te hoog been, dat zegt de scheidsrechter. Ik heb het niet goed kunnen zien. En vanuit mijn oogpunt, als ik toch een mening moet geven, dan vond ik het geel. Wel, misschien wel donkergeel, maar zeker geen rode kaart. Hans, even de opstelling als eerste. Valt op, de lange op nummer 10? Ja, dat was mijn insteek geweest om die 19 te laten spelen. Met zijn kwaliteiten, traptechniek. Denk ik dat hij vanuit het geraamte van het team moet spelen, in de as moet spelen. En alleen jammer dat hij zich eigenlijk vergrijpt aan een tegenstander. Dat is het enige nadeel. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen het daarover hebben. We kunnen het ook gewoon over. Laten we het maar over de leuke dingen hebben. En Doua achterin. De jongen speelde ook fantastisch vandaag. Nee. Ik wil niet iedereen tekort doen, Hans, maar om een speler eruit te halen. Ja, nou goed. Met name die 10 die zijn blijven staan. Lux raakt geblesseerd in de rust. Daarvoor moet één komen. Ja, dan moet je iedereen een compliment geven. Ralf is een speler die ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, te goed vind voor de topklasse. En daarom ben ik super blij dat hij bij ons wil voetballen. En ja, op een gegeven moment krijg je dan in de 28e minuut denk ik een prima redding van de keeper. Hè? Een schot van ik denk 5 meter keihard. Hij duikt hem er goed uit. Wat is jouw reactie? Ja, daar staat hij voor. Zo simpel is het. En Jan wordt beoordeeld op zijn fouten eigenlijk door de buitenwereld. Wij weten wat Jan kan en Jan staat daar niet voor niks in het doel. En we hebben niet voor niks opgehaald vanuit Tiel. En op een gegeven moment, Van Eem komt erin. Controlerend? Ja, het was met 9 man controleren, inclusief Jan, de keeper. En dan maar lang op Rafael Uitelo, die dat uitermate goed heeft ingevuld. Gewoon een sterke spits. Ja, dat is het enige wat je kan doen. Dus het is gewoon het middenveld versterken. Je 2 buitenste spelers eraf halen en maar kantelen en knijpen naar de balkant toe. Dat is het enige wat we gedaan hebben. En dat heeft behoorlijk gewerkt, vind ik. En Romario, dan krijg je op een gegeven moment in de 72e minuut Romario. Ze komen van de zijkant. Ja, hij doet zijn naamgenoot eer aan qua scoren. Ja goed, ik moet eerlijk zeggen, dat deed me een beetje aan mezelf denken, dat doelpunt. Ja, weer geloofsdoelpunt, ongelooflijk. Kijk, dan moet je ook eens een keer geluk hebben. Dat hebben we tot nu toe weinig gehad, dat zo'n bal dan wel binnenvalt. Ik denk dat een van de, misschien wel de beste keeper van de topklasse bij hun op doel staat. Qua ervaring, qua hetgeen wat hij kan. En als Romario hem zo kan verschalken, ja, fantastisch. Solo, ook weer terug, zeg ik. Kwam er weer in. Is hij weer fit, Hans? Ja, nee, Solo kan ook niet fit zijn. Die heeft 6-7 weken gewoon niet getraind. Heeft het nu weer langzaam opgepakt. Ja, gewoon een jongen die ontzettend bruikbaar is. Vanuit het verleden weten we dat. Alleen hij moet nu fit worden. En dan zullen we kijken wat met hem gaan doen. Hij zal het moeilijk krijgen qua concurrentie. Maar dat geeft niet. Daarom heb ik ook een brede bank. Ik denk dat iedereen het de keihard moet verknokken, denk ik toch? Ja, we zitten zelfs in de luxe dat we mensen op de tribune moeten zetten. En dat houdt natuurlijk de jongens 12 tot en met 24 zijn een paar geblesseerd. Dat houdt het enorm scherp. En daar hou ik van. Want uiteindelijk... Zeg maar, de bank gaat bepalen hoe sterk je bent in deze competitie.
dan ja, goed, deze wedstrijd. Hè. Ik denk dat we het zomaar gaan vieren. Ja, goed, ik was iets begonnen eigenlijk, maar nee, dit moeten we niet vergeten. Hier moeten we vol Polonaise de kantine in. En daar hebben de jongens ook recht op, vind ik, en de supporters ook. En dan een dinsdagavond is tegen Finse Boys voor de bekerrand. Dat is voor jou wel een speciaal tintje, denk ik, hè? Ja, ik heb ooit nog een keer gespeeld. Nee, ik heb natuurlijk vorig jaar gespeeld en ontzettend leuk. Ik had de loting zelf niet beter kunnen doen. Enorm leuk dat we tegen Finse Boys mogen spelen voor het Echi ook nog. Dus dat is natuurlijk super. En dan volgende week zondag dan gaan we verder, dan gaan we naar Shabab. Ja, hoe denk je erover? Je hebt ze gezien vorige week, heb ik vernomen. Ik ben vorige week bij de Treffers Shabab geweest. Shabab is een goed team met behoorlijke kwaliteit en spelen met twee spitsen. Dus het strijdplan ligt ook klaar en dat hebben we al vaker meegemaakt om tegen zulke soort formaties te spelen. Hans, super gefeliciteerd jongen en ga lekker genieten. Dankjewel.